Dames en heren, jongens en meisjes, allereerst de beste wensen voor 2022. 2021 was een jaar met twee gezichten. We hadden aan de ene kant te maken met de voortdurende coronacrisis, waardoor helaas veel niet door kon gaan of op een aangepaste manier. Aan de andere kant heb ik prachtige voorbeelden gezien van inwoners die er het beste van maakten, die in actie kwamen en die nieuwe initiatieven namen. Zo kwam op 29 september de 11-jarige Mats uit Andelst bij mij op bezoek. Mats wil graag een pumptrackbaantje in Herveld-Andelst realiseren om te BMX'en, skateboarden of te steppen. En daarvoor had hij 108 handtekeningen verzameld. Zijn actie vind ik typerend voor de kracht binnen gemeente Overbetuwe. Een gemeente met ondernemende inwoners die er met elkaar iets moois van willen maken. Toch was dit het afgelopen jaar niet altijd even makkelijk. Er werd een stevig beroep gedaan op ons doorzettingsvermogen en onze veerkracht. En ik heb enorm veel bewondering voor uw veerkracht. En de constante flexibiliteit van onze ondernemers, verenigingen en organisaties. In Oosterhout werd er bijvoorbeeld een alternatieve burendag georganiseerd. Met een puzzeltocht en een kabouterpad. Een originele manier om het dorp te verkennen en elkaar te kunnen ontmoeten. En in verschillende kernen kon er toch een Sinterklaasintocht doorgaan dit jaar. Zelf was ik bij de intocht in Driel. Stichting De Sintkam bestaat dit jaar 15 jaar en ik was onder de indruk van de manier waarop zij er ondanks de beperkingen toch een mooi feest voor alle kinderen van hebben weten te maken. We hebben afgelopen jaar als gemeenschap laten zien dat we het samen door deze crisis heen kunnen komen. En dat we om blijven zien naar elkaar. Zo zag ik bijvoorbeeld in Slijk-Ewijk, bij het Witte Kerkje, een boom vol met potjes. En in die potjes zaten acties die dorpsgenoten bereid zijn te doen voor een ander. Dit initiatief is een onderdeel van de Dorpendeal met als doel om een leefbaar dorp te blijven. De inwoners slaan daarvoor de handen ineen om samen een toekomstplan op te stellen. In Heteren zien we waar zoiets toe kan leiden. Al bijna 25 jaar zetten de inwoners zich in voor een nieuw centrum. Afgelopen jaar ging de bouw van dit hart van Heteren dan echt van start. Een bijzondere mijlpaal. Ook werden er nieuwe dorpshuizen geopend in Randwijk, Valburg en Herveld-Andelst. En met behulp van Overbetuwe Doet kwamen er allerlei projecten van de grond die de saamhorigheid in gemeente Overbetuwe versterkte. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de sportverenigingen die graag inzetten een buitensportnet wilden hebben. In één week tijd werd er via Overbetuwe Doet meer dan 3000 euro opgehaald. En werd op 2 juni dit net in gebruik genomen. Een prachtig initiatief, zodat mensen daar nu in de buitenlucht kunnen volleyballen of badmintonnen. Voor 2022 is dat volgens mij de grote uitdaging. Die veerkracht vasthouden. In beweging blijven en waar mogelijk elkaar ontmoeten en een beetje plezier maken. Laten we er ook op letten hoe we met elkaar omgaan. Ik heb het afgelopen jaar de toon helaas zien verharden. Bijvoorbeeld tegen onze handhavers en hulpverleners. Dat is niet acceptabel en daarmee gaan we het ook niet redden. Het virus is niet weg. En we zullen ermee moeten leren leven. De Rijksoverheid kan allerlei regels en regelingen bedenken, maar uiteindelijk moeten we er met elkaar een draai aan zien te geven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de veerkracht van de gemeenschap bepalend is voor hoe we door deze crisis heen gaan komen. En daarom ben ik ontzettend blij met onze betrokken inwoners en de vele vrijwilligers die binnen de gemeente Overbetuwe actief zijn. Om hier wat extra aandacht aan te geven, bestaat sinds een aantal jaar het toonbeeld. Dit is de prijs voor de vrijwilliger van het jaar. Met genoegen maak ik nu de winnaar van het toonbeeld 2021 bekend. Dit jaar gaat deze prijs naar iemand die zich al vanaf haar 16e inzet als vrijwilliger. Zo is zij bijvoorbeeld begonnen met een ruilbeurs voor kleding. Ze begon in haar eentje, maar inmiddels is deze ruilbeurs uitgegroeid tot een echt winkeltje, waar ze meer dan 20 uur in de week mee bezig is en waar diverse vrijwilligers, studenten
en mensen uit de dagbesteding werken. Daarnaast organiseert deze ondernemende dame ieder jaar een burendag voor haar wijk en heeft ze een stekjeskast bij haar huis staan. Ik heb het over niemand minder dan Amanda Mens-Roelofs uit Elst van Stichting Krijg de Kleertjes. Van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende prijs. Uiteraard had ik deze prijs het liefste overhandigd in aanwezigheid van een zaal vol mensen zoals gewoonlijk. En ik hoop van harte dat in 2022 ook weer meer mogelijk zal zijn. Maar tot die tijd helpt het niet om bij de pakken neer te zitten. Een positieve aanpak, hoe moeilijk soms ook, helpt des te meer. Laten we elkaar daarbij helpen door nog wat vaker naar elkaar om te kijken en een hart onder de riem te steken wanneer dat nodig is. Laten we die 1,5 meter afstand vullen met nabijheid, met oprechte belangstelling en aandacht voor elkaar. Weet dat ik er als burgemeester ook het komende jaar graag voor u ben. Ik wens u een ondernemend, gezond, liefdevol, maar bovenal veerkrachtig 2022 toe. Dank u wel.